We hebben allemaal een andere afkomst, maar we moeten ook leren van mensen met andere culturen. Dit zegt schrijver Indra Hu Ramdas over de kroonjaren die Suriname dit jaar viert. Ze wijst erop dat de verschillende bevolkingsgroepen één Suriname vormen en elkaar nu daadwerkelijk moeten gaan waarderen en respecteren. En dat doe je dan niet alleen maar met woorden. Je gaat het doen met je hart, je gaat het doen met je handelingen. Kijk, de taal, hè, is iets van ons eigen cultuur. Iedereen heeft moedertalen. Moedertalen zijn zo mooi. Ik ben trots op de mijne, Suriname. U op de uwe, weet ik. En wat moeten wij dan doen? We moeten niks, maar wat zou goed zijn dat wij zouden kunnen doen, is mekaars talen een beetje begrijpen. Een beetje mekaars cultuur induiken. En kijken, hey, wat doen we allemaal? Want hey, dit is van ons. Wij zijn samen in Suriname. En vandaar mijn boodschap voor Suriname is, laten we het gewoon samen doen, Suriname opbouwen. Kijk niet naar wie is wat, wie is wie niet. Kijk naar één ding. Wij zijn Surinamers. Hu Ramdas ziet in het proces om te komen tot een sterke Suriname een belangrijke rol voor ouders om hun kinderen tot lezen te stimuleren. Lezen stelt mensen in staat om meer kennis op te doen en zelfstandig te worden. Wanneer wij onze kinderen stimuleren om te lezen, gaan ze morgen niet op straat lopen met een hand opgeheven. Ze zullen staan op hun eigen benen en voor zichzelf werken. En daar moeten we naartoe gaan. Lezen is belangrijk. Doet u dat alstublieft. We doen het samen. De sprookjesschrijver sprak afgelopen woensdag op de themabijeenkomst van de schrijversgroep in Tori Oso, waar zij haar laatste boekwerk presenteerde.